Hygiënisch werken is de basis van iedere mooie make-up. Vandaag dus daarom aan de slag met Perry & Spirit. Ik ga jullie laten zien hoe je op een snelle manier je penselen kan reinigen. En hoe je ook direct weer aan de slag kan. Wat je doet, je spreidt een klein beetje van dit prachtige product op het penseel. En je gaat hem over de tissue heen halen. Het product bestaat uit citruszuren. Het ruikt ook ontzettend lekker daardoor. Je wordt er direct blij van. En het conditioneert de haartjes van het penseel. Het werkt direct antibacterieel. Dus het reinigt, het conditioneert. En het zorgt ervoor dat je op een hygiënische manier weer aan de slag kunt met je penselen. Ziet dat het penseel na een aantal keer over de tissue heen halen weer helemaal schoon is. Ik rol hem nog eventjes tussen mijn vingers. En daarna check ik direct of die droog is. Ik voel verder niks meer. Dus dan weet ik dat ik hem eigenlijk direct weer kan gebruiken. En dat de poeder niet hard wordt of een hard laagje krijgt omdat het penseel nog nat is. Wat je bij veel producten wel hebt. Volgende. Er zit ook geen alcohol in Perry & Spirit. Hij is eigenlijk al wit als ik erop spray. Ik ga nog eventjes de restjes van de make-up eruit halen. En dan dit penseel is ready to go. Check. Ja. Ze zijn bijna nog zachter dan ervoor.